Op dit moment ontvangen wij van de overheid zo'n 11 miljoen aan inkomsten. En de jeugdzorg kost op dit moment zo'n 14 miljoen, dus we komen op dit moment 3 miljoen tekort. Dit is een situatie waarmee alle gemeenten in Flevoland te maken hebben. Sinds 2015 is niet langer het Rijk, maar zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het geld dat het Rijk jaarlijks daarvoor overmaakt is bij lange na niet genoeg. Stoppen met jeugdzorg als het geld op is, dat is geen optie. Dus zit er maar één ding op. Ja, nou de gemeente lapt het bij, zal ik maar zeggen. Naar jeugdzorg gaat dus ook geld dat eigenlijk voor andere zaken bedoeld was. Een situatie die niet alleen in Flevoland, maar in heel Nederland voorkomt. Een van de redenen waarom jeugdzorg meer geld kost, is de toegenomen vraag naar jeugdhulp. Nu gemeenten verantwoordelijk zijn, zijn jongeren eerder in beeld. Maar dat heeft ook een keerzijde. Nou, dat hebben we gemerkt, zeg maar, dat we als we dichter bij de mensen staan, dat we ook op dit moment dat we gewoon ook meer zien. Het is niet zo dat we het, in, dat het nu, omdat we er zijn, dat op dit moment zeggen, oh ja, kom maar, kom maar, kom maar. Nee, als je dichterbij bent, ja, dan, dan zie je ook gewoon meer. Nou, voor gedeelte omdat we het gewoon hartstikke goed doen. Uh, he, op bepaalde fronten. We vinden gewoon veel meer kinderen. En die kinderen gaan we helpen. En dat kost dus meer geld, meer kinderen uh, in zorg. Maar het geld om al die zorg volledig te kunnen betalen, ontbreekt dus. Gevolg is dat gemeenten moeten schuiven in de begroting of de tekorten betalen met spaargeld. In die situatie kan niet voor eeuwig zo doorgaan. Nee, dus dan moeten er echt lastige keuzes worden gemaakt. Er moeten ook woningen gebouwd worden, ik zal het maar zeggen. Maar ja, als je het uitgeeft aan het een, kan je het niet aan iets anders uitgeven. Dus het gaat steeds zwaarder op de begroting drukken. Dus ja, het wordt voor een gemeente als Almere die nog allerlei andere opgaves heeft, al lastiger dat we zoveel geld tekort komen als de jeugdzorg een al grotere slok op wordt. Uh, ja, dan, dan zit je natuurlijk met, uh, met vraagstukken: van waar gaan we dan uh, geen geld meer in investeren? Als het zover komt en de wethouder moet kritisch kijken naar onderdelen van de jeugdzorg, dan gaat het haar vreselijk aan het hart. Ze kan namelijk al invullen wat er dan gebeurt. Als we te krap in de middelen zitten, ja, dan moet ik gewoon zeggen: nou deze uh, tak, uh, tak van zorg is te duur. Nou, dat wil ik niet en dat wil de Raad ook niet. Uh, maar dan. Ja, dan komen we voor de vraag, waar houden we dan het geld vandaan?